De Universiteit Leiden is niet alleen de oudste universiteit van Nederland, maar de bijzondere collecties hier worden ook al zo lang verzameld als de bibliotheek oud is. En de objecten die we hebben zijn natuurlijk nog veel ouder. Dus je kunt je voorstellen dat de materialen enorm divers zijn en daardoor heb je als restaurator ook heel veel brede kennis nodig. De collecties die we hier bewaren, die zijn echt enorm groot. We hebben gedrukte werken, handschriften, atlassen, kaarten, tekeningen, foto's, prenten. Ze worden gebruikt door onderzoekers en studenten. Er komen aanvragen van musea, nationaal en internationaal. Al die manieren van gebruik hebben goede zorg nodig. De verschillende boeken en de verschillende problemen vergen ook een andere aanpak. Dat is natuurlijk wat we hier dan doen. Dus hier een paar voorbeelden van boeken waarbij echt onderdelen helemaal zijn losgeraakt door de schade. En dit zijn voorbeelden van boeken die dezelfde soort schade hadden. Hier kan je vrij goed zien dat dit boek ook gebroken was in het midden. De platten lagen ook los. En eigenlijk is de behandeling van dit type boeken relatief eenvoudig. Maar er zijn hier ook veel objecten die extra zorg verdienen. En een voorbeeld daarvan is dit vroege 11e eeuwse handschrift. Dat een van onze topstukken is. De Dioscurides, die is helemaal online beschikbaar. Maar dit stuk wordt juist heel vaak gevraagd door musea. Daardoor moet het dus stabiel genoeg zijn om op transport te kunnen. En wat je bij dit handschrift heel goed kunt zien is dat door de eeuwen heen het boek te lijden heeft gehad door eerdere gebruikers. Er is waterschade, er zijn verschillende stadia geweest waarin het boek is gerepareerd. Hoewel met de beste bedoelingen. Soms zijn die oude reparaties nu schadelijk of die laten alweer los. En wat zo'n restauratie complex maakt, is dat wanneer je met zoiets gaat beginnen, je heel goed moet nadenken over welke ingreep je wel doet en welke niet. Want sommige oude reparaties vertellen een verhaal, terwijl je eerdere ingrepen die nu kwaad kunnen natuurlijk moet vervangen. Waar we natuurlijk rekening mee moeten houden zijn al die verschillende materialen in de collectie. En dan is dit een mooi voorbeeld van een complexe restauratie die we al hebben gedaan. Dit is een Indonesische lontar, een handschrift op palmblad. En daarvoor is weer andere kennis nodig dan wanneer je werkt met gebonden boeken die geschreven zijn op perkament of papier. Deze handschriften waren onderdeel van een groter digitaliseringsproject. Daarvoor moeten objecten natuurlijk eerst gestabiliseerd worden als ze niet stabiel zijn, zodat ze tijdens dat digitaliseren veilig gehanteerd kunnen worden. En wat je hier ziet is dat we niet aanvullen wat er ontbreekt. Dus het materiaal dat weg is, is weg. Maar al die beschadigde randen, die stabiliseren we dan zodat de digitaliseerder dit stuk ook goed kan hanteren. Een ander mooi voorbeeld van een complexe restauratie is dit keizerlijke edict uit de Chinese Ming-dynastie. En dat is calligrafie op textiel. En daarvoor hebben we samengewerkt met een textielrestaurator. Die dus precies kon adviseren wat dit fragiele object nodig heeft om toch weer gebruikt te kunnen worden in onderwijs en onderzoek. De tekst van dit edict is dus gekalligrafeerd op textiel en die zijde is heel erg fragiel. En wat de textielrestaurator hier dus gedaan heeft, is dat zij dat hele fragiele textiel, die zijde, heeft ingekapseld als het ware tussen twee steunlagen. En daardoor is dus nu dit edict weer hanteerbaar. Soms is het niet de tijd of zijn het niet de gebruikers, maar is het de inkt die schade doet aan een object. Dit is een handschrift van Van Schoten, een prachtig handschrift over landmeetkunde. En Van Schoten maakte die hele fijne tekeningetjes om zijn verhaal te illustreren, maar ook heel veel duidelijke tekeningen met geometrische vormen. En deze tekst en de tekeningen zijn gemaakt met ijzergallesinkt. En juist die inkt kan door de eeuwen heen door het papier vreten. We noemen dat inktvraat. En bij deze fijne tekeningen was dat geen probleem, omdat de lijntjes daar dun zijn. Maar hoe meer inkt op dat papier zit, hoe erger die schade kan zijn. En daarom zijn er juist problemen bij die geometrische vormen, die dikke lijnen. Met doorzicht kun je heel goed zien wat de schade is die die ijzergallesinkt veroorzaakt. En door die dikke lijnen inkt, waar de barsten in het papier komen, dreigen daar stukken uit het papier te vallen, waar dus ook nog tekst op staat. En dat hebben we kunnen voorkomen door kleine bruggetjes van dun papier te plaatsen
tussen die middengedeelte en de tekst of het papier aan de buitenrand. Een behandeling waar we echt extra hulp bij nodig hebben, is dit islamitische handschrift. We hebben daar nu alleen een doos aan gegeven, omdat het zo fragiel is, zodat het wel goed bewaard kan worden. Dus het voorblad ligt los en de prachtig versierde openingspagina's liggen apart in omslagen, omdat die zo verschrikkelijk beschadigd zijn. En deze schade is ontstaan door een ander soort inktvraat. Dit is kopergroenschade. Help ons om dit soort complexe restauraties mogelijk te maken. Steun het Restauratiefonds Bijzondere Collecties.